Hoe kan je een clip in- en uitveden? Je selecteert een clip en je doet dubbelklik en dan kom je in een nieuw schermpje met allerlei instellingen over dit beeld en bij transform vind je hier dus het vinkje voor fade en dan kan je instellen hoe lang die fade moet duren bijvoorbeeld anderhalf seconde in en anderhalf seconde uit en dan druk ik op don en dan zie je dus dat het begin is die zwart en dan zal het beeld er langzaam inkomen en op het eind gaat die dus langzaam uit die fade in duurt dus anderhalf seconde en uit ook anderhalf seconde dat hebben we net ingesteld maar wat ook kan is hier bij audio en opacity Staat die Show Opacity Level? Als ik daarop klik, krijg je opeens een groen lijntje. En het groene lijntje is eigenlijk de, uh, ja, de fade in, eigenlijk. Zie je dat? En hier kan je dus heel makkelijk door het groene lijntje, die puntjes van het groene lijntje te verplaatsen, instellen hoe dat dus werkt. En ik kan op die manier dus ook zelfs een crossfade maken door hier dubbelklik te doen. En dan kan ik hier. Dus nog een extra punt zetten. En dan zie je dus omdat ik het beeld overheen heb gezet, maak je hier een crossfade. Dus hier bij audio een opacity show, opacity level. En dan kan je hier door puntjes te zetten op de groene lijn uh, de uh, opacity eigenlijk animeren zo gezegd Maar ook dubbelklik kan je hier ook gewoon bij fade dit vinkje aan of uitzetten. Succes!